Oké, we staan dus hier weer in Londen bij de House of Fans. Zoals je ziet, House of Fans daar zo. Zijn we weer uitgenodigd door fans om de nieuwe schoen met Enta Hero te gaan testen. We zijn samen uitgenodigd met Lockwood en met Toms om gezellig hier in Londen even te skaten. Dus ik zou zeggen, check hoe wij plezier maken. Eerste keer Londen, wat vind je ervan? Ik heb geen idee, ik ben alleen maar underground geweest. Volgens mij is Londen wel vet, maar onder de grond, ik geloof dat het mooi weer is. Oké, we zijn hier voor natuurlijk die schoen. Je hebt er net op geskate, zag ik. Hoe skate die? Ja, ik heb een poging gedaan om erop te skaten. En dat voelt op zich, voelt hij goed. Als je me aantrekt zit hij lekker, zit hij gelijk goed. Dat is wel lastig skaten hoor. Die bol hier is dus voor echte mannen, niet voor oude mannen. Nee, hè? Maar dat ligt niet aan de schoenen, denk ik. Nee, dat ligt zeker niet aan de schoenen. Dat ligt aan mijn bord. Heb je ook al geskate of niet? Ja, een beetje mini geskate. Maar hoe gaat het in Antwerpen? Lekker, goed. Ja. Je hebt natuurlijk afgelopen januari ben je beste shop van Europa geworden. Ja. Hoe voelt dat? Dat was een heel grote verrassing. Ja, ja, dat is wel lekker. Ik had het helemaal niet verwacht. Dus... Ah, wel verdiend. Ja, ik denk het wel. Jij bent met de trein gekomen, hè? Ja, klopt. Je hadden geen blote dames op het station? Nee. Gelukkig niet, nee. Gelukkig niet. Ik heb die van Hans gezien en ik vond het echt gelukkig niet, nee. Hey, maar wij stonden vanochtend op Schiphol. Wat gebeurde daar eigenlijk? Ja, dat was wel een beetje crazy eigenlijk. Ging zich uitkleden voor ons. Ja, voor ons. Ik weet zeker dat het voor ons was. Ja, zeker. Ik ben overtuigd. Ik heb een foto van. Oh. Heb je foto? Oh. Gewoon first try. Ja, first go. Oh, kunnen we daarop inzoomen? Voor de kijkers thuis. Dit hadden we dus vanochtend, hè? Speciaal showtje. Speciaal Amsterdam. Voor ons. Dit is Amsterdam. Amsterdam. Dit is heel normaal in Amsterdam overigens ook. Dit is helemaal niet gek of zo. Maar ja, we zijn nu in Londen, toch?